Thijs. Ik wou zeggen goedemorgen. Ik start weer met een nieuwe weekvlog. Maar het is goedenavond. Oh, yes. We gaan weer uit eten. Ik denk dat we deze week echt niks anders hebben gedaan dan uit eten gaan. Maar wel gezond. Ja, en ik geniet er elke seconde van. Ik heb gewoon even een week waarin ik geen zin heb om te koken. Maar ik moet zeggen dat we de afgelopen hiervoor, zeg maar, heel lang niet echt uit eten zijn geweest. Klopt. Wel bestellen. Je hebt corona gehad. Ja, maar wel bestellen, maar niet echt zitten. Klopt, en ik geniet er elke seconde van. We zijn heel lekker bezig. Ik durf het nooit hardop te zeggen als we eenmaal goed erin zitten. Want soms ga ik de verkeerde kant op. Maar, dit wou ik nog vertellen. Wij gaan nu uit eten bij een drugstand die heet de Lokum. En we hebben een extra gast erbij. Normaal gesproken altijd met z'n tweeën uit eten. Maar vandaag komt Emine mee eten. Lekker gezellig. Ze komt vandaag chillen bij ons. En ja, ze kwam rond etenstijd. Dus ik dacht, we gaan gewoon reserveren. En als Emine komt, gaan we altijd bij een Turk reserveren. We hebben even een nieuw tentje weer ontdekt. En we gaan daar gewoon lekker met z'n drieën even chillen. En daarna gewoon lekker verder chillen bij ons thuis. En volgens zegt dat ik mijn snor moet weghalen. Ik heb het al gelezen. Je hebt altijd een snor gehad, toch? Ja, maar nu heb ik alleen snor. Ja, dat is wel heftig, ik zeg je eerlijk. Ik wou hier heel graag naartoe om eigenlijk dit te proeven. Maar ik hoop stiekem dat Emine het neemt, want volgens mij is het heel heftig. En dan kan ik gewoon mee eten, maar guys, kijk dit één keer. Oh my god, dit is niet normaal. Oh, dikke pils. Eem, kijk Noor. Vertel me meer. Ziet er ook leuk uit dan. Oh, I love it. Eigenlijk, waarom heb je je dingen niet bij? Konden we samen? Ja, maar ik heb niet echt zeg maar zo'n auto dat ik denk van die moet shooten. Boeien. Dat is toch leuk. Wil je even een foto van me maken? Wil je zelf je met mij? Nee, wil je een foto van me maken? Ja, maar! Staat het op beeld? Kijk, dit is de realiteit. Ik vraag gewoon om een foto, zegt ze gewoon nee. Gewoon keihard hebben gezet. Ik wil een selfie met jou. Oh, romantisch. Guys, M&M is er. En we hebben lekker voorgerechtjes hier. Dit is kip met walnoot, haidari en dit was auberginesalade. Guys, mijn gerecht is er. Het is de gehakt met kaas erin. Dat ziet er heel gek uit. Oh. Mag ik jou filmen als je hem snijdt? Snij maar. Klaar voor? Ja. Zal ik hem zo gewoon door het midden doen? Oh, kijk die sap eruit komen. Lekker hoor. Dit is kebab met ossenhaas. Er is gehakt en dan daaromheen is het ossenhaas gewikkeld. Oh, we worden hier heel erg gewend. Maar wij gaan wel proosten. Guys, wij hebben heerlijk gegeten. We zitten helemaal vol. We hebben echt een beetje veel gegeten. En ze hebben echt zoveel gegeven ook. Dat was wel echt top. Lekker even een andere tentje ontdekt. En vooral de specialiteit van het huis. Die ossenhaas. Dat was heerlijk. Oh. Sommans. Deze. Een jurkje. Oh, Madagaskar is ook leuk, hè? Die eerste dan. We zijn klaar met onze afspraak en wij gaan nu voor het eerst ramen eten. Dat heb ik nooit gehad, en dat is ook niet, dus ik hoop dat het lekker is. Is het goed gekeurd? Inmiddels omgekleed en opgefrist. Ik ben onderweg naar Emine. Wij gaan samen even Temptation kijken. Wij kijken eigenlijk elk jaar samen Temptation. Ik vond vorig jaar niet zo heel erg leuk, het seizoen. Maar volgens mij wordt het dit jaar dus wat leuker. Ik heb een paar fragmenten gezien en volgens mij is het wel een leuk seizoen. We lopen volgens mij zo'n 4 afleveringen achter. Maar dat vinden we helemaal niet erg. Dan kunnen we gewoon in één keer alles gewoon gezellig kijken. We wouden heel graag een mukbang opnemen.
komen. Ik heb gisteren een Q&A gedaan en toen werd gevraagd om een mukbang. Toen dacht ik, ja, waarom niet? Morgen ben ik gewoon bij Emine en zij vindt het ook wel leuk om op te nemen. Dus misschien gaan we dat ook gewoon gelijk doen. Guys, we zijn hier met de Emine. Ja, je bent echt bruin. Zo zie je het heel goed. Ja. En we hebben zo bruin. Zij zegt dus dat ze hier haar Vinted pakketje kan versturen. En? Lukt helaas niet. Waarom? Het zag er al zo vet raar uit. Hij zei, dit is een ophaalpunt. Oh. Dus we moeten naar een andere winkel. Oh. Maar ik heb hier helemaal geen ervaring mee. Zijn er weer? Het lukt niet, hè? Nee. Je hebt vandaag echt geen geluk. Het lukt hier ook al niet. Poging nummer 3. My life. We zouden een mukbang opnemen. Nee, mukbang is niet gelukt. We zijn nu bij de Turk. We gaan even lekker kebab eten. Hoi, wij hebben lekker gegeten. We hebben kebab gegeten. Ja. Turkse kebab. Volgende keer gaan we Irakese kebab eten. We hadden een discussie over naar de Irakese of naar de Turk moesten gaan. Maar natuurlijk. Natuurlijk heeft zij gewonnen. Nee, want ik geef het altijd op. Na een minuut discussie. Weet je wat het punt was? Ik zei tegen haar, ik wil heel graag bij de Irakese eten. Ze hebben hier een heel lekkere. Toen zei ze, oké. Okay. Maar weet je wat ze ging doen in de auto? Toen wist ik al, oké, dat wil ze echt niet. Ze ging gewoon opeens 10 andere opties opnoemen. En ik denk van, normaal gesproken heeft ze totaal geen ideeën. Opeens wil ze naar 10 andere plekken. En toen dacht ik, ja, ze wil naar de Turk. Laat maar. Hi guys, wij zijn bij de zaak. Hebben wij die S gegeven? Nee. Dus deze? Oké, okay guys, wij zijn dus nu bij de Zara. Ja. En eigenlijk komt het erop neer dat Emine mij de hele tijd uitlacht. Alles wat ik pak, lacht ze me uit. Ze vindt me een beetje ver met de kikkerraak. Alles wat groen is, heeft haar gepakt. En ik heb zoiets van, oké. Okay. Zij is al verschrikkelijk, maar ik zei tegen haar, jouw stijl is gewoon voorspelbaar. Ja, dat wel. Ja, niet? Ja. Kijk, weet je wat het is? Ik kan gewoon fokken wat Emily aan heeft als ik met haar afspreek. Het is gewoon zwart op zwart en that's it. Wij hebben gezegd, ik mag nu gewoon Emily kleden. Ja, je mag alles kiezen. Ik ga gewoon aan doen. En misschien koop ik het, als het mooi is. Ik ga jou gewoon deze pak letterlijk aandoen. Ik zweer. Ik ga die nooit aan. Ik mocht het toch al kleden. Ik ga jouw maat nu pakken en jij gaat deze aan. Met het hoedje en alles, gewoon allemaal Mirjam. Maar wacht, gaan we gewoon nette kleren? Nee, gewoon. Heb ik ooit nette kleren aan? Ik ben toch altijd een beetje zo. Wanneer moeten we aandoen? Nou, op Schiphol. Ja, welke maat zullen we pakken? Dit is een S. Heb je een S? Oké, dan gaan we een M'tjes voor je pakken. Soms nou, L, dan zie je die Emine zo in haar sportieve pakje. Ik moet alleen wel ook iets zeggen maar wat ik dagelijks aan kan doen. Dus een pak van Schiphol en ook eentje wat ik op werk maar aan kan doen. Ik draag dit dagelijks. Ja, maar ik moet op werk. Ik kan niet met een groene pak aankomen. Maar jij, dan moet ik weer zwart doen. Nee, mag wel gewoon iets geks. Maar gewoon andere kleur, want ik heb wel vaak echt zwart aan. Dit is gewoon mooi. Ik mocht net alles. Oké, ik mag één gekke ding. Okay. Eén normale, ja? Ja, oké. Nou, dat is zo. Outfit nummer 1. Is de trui niet te groot? Nee. Vind je het wel lekker zitten? Ja, het zit wel fijn. Maar? Maar ik lijk wel dik. Ja, ik vind hem niet per se heel mooi. Die pasvorm vind ik ook niet zo mooi. Ik denk dat je een maat kleiner van boven sowieso moet. Ja, maar de kleur? Ik vind die wel mooi bij jou staan hoor. Maar in deze licht zie je het zo. Ga zo een beetje. Ja, sta hier. Iets zo. Ja. Kijk, zo. Heel mooi. Voilà, die kleur staat je echt mooi. Ja. Oh, M&M's. Ik vind het echt heel mooi bij jou. Ik vind het echt heel mooi. Ik zweer. Ja, echt? Ja, alleen die licht is soms echt. Je moet niet. Ga eens iets naar achteren. Ik wil jou iets mooier filmen. Stop. Ja, zo wil ik jou filmen. Ik vind het echt mooi. Ja? Ja. Ja, dat kan wel. Dat het misschien wel strak is, inderdaad. Maar hij is echt mooi. Hij staat jou heel chic. Waar is jouw blazer? Oh, dat is wel draai. Er ook overheen, ja.
Oh yes, Eminem, go! Ik heb haar nog nooit zo gezien, ik zweer. Hoe vind je dit dan? Vind je hem wel mooi? Deze is strak. Ik echt. Ja. Wallah, ik vind het mooi, hè? Zonder grap. Ja. Zet in de comments of ze deze wel of niet moet halen. Eerlijk is eerlijk, deze babykleuren staan haar toch echt fucking mooi. Ik maak niet eens een grap. Moet ik luisteren naar meer? Ja of nee? Wat ga jij doen? Ik ga deze kopen. Ze gaat de pak gewoon kopen, jongens. En deze tas ook? Ja, deze tas ook. Oh my god, ik ben echt zo blij. Kijk, zij vraagt mij wat ze hieronder aan moet doen. Ik zeg, nou, zulke schoenen zijn er wel leuk onder. Weet je wel, zoiets. Ik zeg niet precies deze. Maar zij vindt mij nu gek. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het echt leuk. Deze zou echt zeggen, dit. Jij zou zeggen dit? Ja. Maar dan niet met deze blauwe tas, maar wel onder dit oudje. Kijk. Ja, kan wel op zich, waarom niet? Ja, echt niet. Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Wij zijn zo laat opgestaan. We hebben heerlijk uitgeslapen. En we gaan nu naar de dierenwinkel. We hebben echt een heel leuke dierenwinkel ontdekt in Gouda. En daar halen we elke keer onze krabpalen. Ja, wat zijn het eigenlijk? Van die kartonnen krabpalen. En onze katten zijn er zo gek op. De laatste keer hadden we 3 maanden geleden gekocht. En ze hebben ze gewoon helemaal opgebruikt. Dus we gaan er vandaag weer even naartoe. Kijk, wij zijn lekker zo sportief gekleed. En Nessie wou toch graag pumpkin spice. Waarom zit dat liedje in de boek? Heb jij die afgespeeld of zo? Nee, hè? Kom maar dat aan. Ik zei Maria, maar... Ga je nemen nog een pumpkin spice? Of course. Ik vind altijd zo overrated, man. Zo'n muffin. Ja, het klopt niet lekker. Dat is echt een fabel. Deze jongen. Was leuk, hè, bij de start. Dat was hartstikke gezellig. Heb je verteld wat... Daar zijn we. Hallo. Kan je deze eten, denk je? Eten? Ja. Hey guys, dit zijn ze. Van die kartonnen krabpalen. En je hebt ze echt in alle vormen en maten. Kijk hoe geweldig dit. I love it. Kijk, dat was schattig. Hier kan je kattensnoepjes op scheppen. Wil je proberen? Ja, toch? Maar zij gaan altijd voor vis. Op een of andere. Hey, tonijn. Kip, rund, kip. Tonijn. Ja. Is zo grappig. Weer eend? Ja, is goed. Maar, oh, dit is. Waarom is die leeg? Kipstukjes. Ja, kip is heel erg gewild. Pak die maar. Wat zei je? Je hebt hondenbier. 0% alcohol bier voor je hond. Dit is de kattencafé. We gaan hier lekker naar binnen. Kijk dan. Zo lekker. Oh, wat een schatje. Zo, hij is groot. Echt groot. The best cappuccino ever. Een koekje erbij. Zo schattig. Ja, niet dat wij al koffie hebben gehad hoor, maar ik heb expres decaf genomen net. Zo'n lekkere dikke pootje, hè? Het is zo leuk. Kijk. Oh, er zijn niet zoveel als de vorige keer. Kijk, ze chillen dan. Oh, dat neusje. Kijk hem raar. Even snel de auto van Nessim schoonmaken. En dat doet hij zelf nooit. Ik zet altijd zo'n doekjes en zo voor hem in de auto, maar hij doet er precies niks mee. Kijk, hups. Ik heb dus met zalm en Nessum heeft met kip. Oh,
Je hebt echt een grote zeg vergeleken met mij. Kijk, één keer. Ik had het koud, dus ik heb even een truitje van Essim aan. En dat past wel bij je outfit ook. Ja, lekker chill. Wij gaan nu even naar een winkeltje waar ze Yeezys hebben. Ik wil heel graag die Yeezys slice voor onze vakantie. En volgens mij heb ik ze verkeerd besteld in een verkeerde maat. Dus ik ga ze nu even passen daar. Oh, Nessie, wat ben je aan het maken voor ons? Ik ben vandaag mossel aan het maken. Oh, lekker hoor. We zijn bijna klaar. Nog een paar minuutjes. Echt zonder grap, Nessie maakt de beste mosselen ever. I know. Oh, dit is de best feeling ever. Ik heb net een vakantie geboekt met M&M. Oh my god. Nessie heeft mosselen voor me gemaakt. Ik heb hier alcoholvrije wijn. Oh, enjoying life. The best. Vacation vibes. The best. Of course.